Zelfs met allergieën kun je tegenwoordig genieten van allerlei lekkernijen. En dat omdat er heel wat alternatieven op de markt zijn. Dat klopt toch, hè, Johan? Dat is helemaal correct, Justine. Gluten en lactose standaard, maar ook alle andere allergenen die verplicht vermeld worden op de etiketage worden vermeden, zoals ei, soja, schaaldieren, vis enzovoort. En dan krijgen we soms van de klant ook wat meer exotische vragen. Vermijd voor ons fruit, vermijd voor ons schaap en dergelijke. En dan wordt er bekeken wat we kunnen doen. Ja, dan moet er toch wel het een en het ander aangepast worden aan de ingrediëntenlijst, denk ik dan. Dat klopt, Justine. Er wordt altijd gekeken naar producten, welke ingrediënten erin zitten. Indien er sporen van zijn, van gluten, lactose, worden ze standaard vermeden. Maar ook afhankelijk van andere vragen of andere allergenen die moeten vermeden worden, wordt dat ook natuurlijk uitgesloten. Gaan we eens het een en het ander maken? Ja, tuurlijk. We gaan direct naar beneden naar het atelier. Ik ga je een schort geven en dan gaan we wat chocolade maken. Super! Ja, Johan, we zijn hier nu al volop bezig met lekkernijen aan het maken. Maar wat ik me dan afvraag is, gaan die straks dan ook anders smaken? Wel, Justine, dat is een grappige vraag die je stelt. Ja? Want eigenlijk helemaal niet. Je hebt daarnet van de brownie geproefd. Ja? Die was ook glutenlactosevrij. Ja, dat had ik inderdaad niet door. Ongelooflijk. Dus ja, in het algemeen eet je wel veel gezonder, hè, dan? Wel, dat is toch de bedoeling alleszins. Naast het feit dat we allergenen vermijden voor de mensen die er echt moeten op letten, wordt er ook geprobeerd om gezondere producten te gebruiken, zoals biologisch zoveel mogelijk, kokosolie in plaats van boter en zo verder. Waarop moet je nu eigenlijk letten, Johan, bij het maken van dergelijke producten? Heel belangrijk is eigenlijk het vermijden van kruisbesmettingen. Ja. Zorg dat er geen producten in de keuken zijn die eventueel kunnen zorgen voor deze besmetting. Ik moet zeggen, ik kan het heel goed opeten, maar ik kan het blijkbaar ook wel goed maken. Hè. Dus, ja, voilà. Je mag binnenkort van mij komen werken. Keukenprinses.